Ja, goed zo. Ja, kusje. Ja, kusje. Ja. Hoi, wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 16 januari en ik heb me net even lekker gedoucht, aangekleed, Lucas aangekleed en heeft net een fruithapje gehad. Deze week neem ik jullie weer gezellig mee. Ik hoop dat jullie zin in hebben. Oh, je hebt echt serieus je snot overal zitten, vriend. Nee. Ja. Ja, Gertie. Meegeven. Als je kindje brood krijgt zonder broodkorstjes, hou je een hele hoop korstjes over. Wat ik daarmee doe, is het volgende. Je pakt een ei. Je pakt een beetje melk. Als je kindje nog iets jonger is en je wil ook dit soort snacks maken, dan zou ik eerder kiezen voor gewoon babyvoeding. Dus ik pak gewone melk. Kan ik er zelf ook van mee snacken, want ik vind het ook super lekker. Een beetje melk in een bakje. Ei in een bakje. Ga je even mixen. Dan dip je de broodjes in het bakje. Stop je ze in de airfryer. Doe er een beetje kaneel over. 3 minuutjes op 200 graden. Draai ze om. Dan nog een minuutje. En dan heb je heerlijke tussendoortjes. Ja, lekker knapperig. Het is echt super lekker. Wat doet je kind om 8:50 s'avonds? Nou, dit is... Jongens, het is echt bizar, maar het sneeuwde net gewoon en het is zulk prachtig weer. Echt, ik ben helemaal hyped. Ik ben helemaal enthousiast. Het is zo lekker. Ik kom net van buiten en ik kom in huis, heb even stof gezogen en zo, zoals je kon zien. En ineens begint gewoon keihard te sneeuwen met stralend zonnetje. Ik heb het raam openstaan, zoals je kunt zien, in Lucas zijn kamer, want het is gewoon warm. Ik zou bijna op het balkon gaan zitten, het is gewoon lekker warm. Ik heb deze week volgens mij echt super weinig gefilmd. En dat heeft eigenlijk te maken met dat ik echt de hele week zo zenuwachtig was om van alles. Bijvoorbeeld het pand dat ik huur voor de salon.
waar mensen voor wezen kijken. En dat blijkt niet door te gaan. En daar was ik echt wel zenuwachtig voor. Want dat zou gewoon zo'n zorg minder zijn als die... verhuurd door een ander. Daarnaast had ik deze week ook een gesprek. Waar ik ook zo zenuwachtig voor was. En daardoor kon ik gisteren echt niet slapen. En ben ik echt pas om 2:30 in slaap gevallen of zo. Ik weet niet eens of ik om 2:30 sliep. Want om 2:30 heb ik voor het laatst de tijd gezien. Dus het is een beetje een gekke week. Maar ik ga proberen er vandaag nog wat van te maken. Oké, dus ook de hele gladiator is nat. En de staat van Lucas? Helemaal doorweekt. Dames en heren, we hebben een avondmaaltijd. Eet smakelijk. Zaterdag heb ik echt bijna niks gefilmd, maar wel met mijn telefoon. Dus die beelden wil ik je in ieder geval even laten zien. We zijn namelijk op pad geweest voor de ChristenUnie. Samen met Daan maken wij filmpjes voor de socials zoals Instagram, Facebook en Twitter. Lucas was ook mee op pad en dat is echt mega gezellig. We zijn echt op een paar hele mooie plekken geweest zoals deze. Het was echt een mega leuke dag. In de avond hebben wij heerlijk pizza gegeten bij mijn moeder. Heb ik lekker wijn gedronken en daar heb ik ook zo van genoten.
Zondag is mijn schoonmoeder langs geweest met de puppy van Daan zijn broer. Ik moet een beetje lachen om deze filmpjes, want het is zo'n schatje en hij groeit zo hard. Deze puppy is dus bij ons thuis geboren. Dus hij was weer eventjes thuis en dat was wel echt heel erg gezellig. Later op de avond heb ik nog eventjes het gasfornuis schoongemaakt. Ook heb ik Lucas zijn flesjes even schoongemaakt voor de volgende dag. En daarna gingen wij lekker slapen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Een iets wat kortere video, maar volgende week doen we het gewoon weer lekker opnieuw. Abonneer eventjes, het is gratis zoals je ziet. Tot de volgende keer.